namens je vrienden van de pers, Mike. Ja, en leuk. Dus ja, dan ja, bijzonder gebaar. Dus, en je zegt dat waarschijnlijk een beetje cynisch bedoeld, je vrienden van de pers. Maar ik denk dat die relatie niet zo slecht is. Jullie moeten je werk doen. Ik reageer er nog wel eens apart op. Ik probeer dingen af te schermen, maar dit kan ik enorm waarderen. Dus bedankt namens de familie, want die gaan we oppeuzelen. Ja. Hoe vind je het om jarig te zijn, nu in deze week? Weet je wat het is? Toen ik klein was, was het oervervelend. Want dan schoten er alle cadeautjes bij in, omdat je de volgende dag Sinterklaasfeest hebt. Dus 4 december is altijd een beetje lastig. Inmiddels probeer ik er niet zoveel aandacht aan te besteden, want het gaat hard. 56. En je merkt het aan alles. Je moet soms wennen aan een generatieverschil of die kloof. Maar ja, ik vind het nog steeds heerlijk om met jonge mensen te werken. En alleen ik realiseer me heus wel dat ik inmiddels alweer een jaartje ouder ben, ja. Het cadeautje moet natuurlijk vrijdag ook van de spelers komen in de vorm van 3 punten. Nou ja, sowieso. Hè. We zijn ook hard toe aan een goede overwinning. En we hebben die ambitie uitgesproken. En dan zie je hoe er gereageerd wordt als je van jong AZ verliest. Hè. Daar kan je ook positieve dingen bij zetten, omdat we dat niet hebben zien aankomen. Die euforie van het onoverwinnelijke is dan doorbroken. Ja, dat doet wat met mensen. En dat zag je even bij Ralf en dat zie je later ook nog wel in de kleedkamer bij andere jongens. Maar nou moeten we gewoon doorpakken. En als ik zie hoe de jongens trainen en hoe er gewerkt wordt, ben ik daar niet bang voor. Vanmorgen